Dag lieve mensen en welkom terug in het avondpark in Planet Zoo. Wat is het lang geleden, jongens? Ik denk misschien wel een week of vier al dat ik voor het laatst dit park opende. Want ondertussen is mijn zoon geboren, dat heb ik ook al gezegd in de video over het tropisch pakket. Maar ik moet zeggen, toen ik hier eenmaal dit park weer opende, was ik gewoon een beetje onder de indruk van mezelf. We zijn best leuke dingen aan het maken, hè? Ik ben graag complimenteus naar mezelf, zoals je door hebt. Maar nee, ik ben echt blij met dit park. Ik vind dat de sfeer, zeg maar... Kijk, van tevoren bedenk je natuurlijk een beetje wat je wil, hè? Dat komt best wel lekker uit. Veel leuke dieren. De vorige keer hebben we natuurlijk dit gebiedje gemaakt voor de wolven. Ik vind dat ook wel leuk. Dit was een keer wat anders dan anders. En de wolfjes zijn er blij mee. Ik ook. En misschien, jongens, ik wil nog even wat bespreken met jullie voordat we echt lekker aan het bouwen en doen gaan. Ik heb namelijk, zoals jullie misschien kunnen zien, mijn logo veranderd. We zijn naar groen gegaan, van oranje naar groen. En dat heeft een reden. Ik heb namelijk de laatste tijd veel nagedacht over wat ik nou precies wil met dit kanaal. Ik ben dit kanaal eigenlijk... Wow, jij bent groot. Echt een huge wolf. En hij is zwart. Oh ja, dit was die zwarte. Oh, wat cool. Maar ik was even afgeleid. Maar ik heb er goed over nagedacht wat ik hier nou precies mee wil. Kijk, Planet Zoo is natuurlijk fantastisch, hè. Dat blijven we ook lekker spelen. En ik heb wel wat andere games geprobeerd. Maar zoals jullie misschien wel gemerkt hebben, ben ik die series weer gestopt. En ik heb zelfs die video's verwijderd. Omdat ik... Oh, kijk deze nou staan. Omdat ik toch het gevoel had dat... dat het toch niet helemaal mijn ding was of zo. En ik heb besloten, kijk, mijn passie eigenlijk, helemaal in het begin, ik denk 2-3 jaar geleden, toen ik met mijn allereerste kanaal begon, toen wilde ik graag het thema dieren aanhouden, omdat ik gewoon heel erg begaan ben met dieren. Dat merken jullie waarschijnlijk ook wel als jullie mijn video's zien. Ik maak me gewoon zorgen ook om de natuur en om de dieren. Ik vind het verschrikkelijk dat de dieren uitsterven door het toedoen van mensen en dergelijke. Dus eigenlijk wil ik dit kanaal gewoon gaan besteden aan meer aandacht hebben voor dieren. En dat wil ik doen door bijvoorbeeld Planet Zoo te spelen of andere dierengames. Maar ook bijvoorbeeld, misschien heb je die voorbij zien komen, door shorts te maken met korte docu's over verschillende dieren. Ik wil dit kanaal gaan gebruiken om wat meer mensen enthousiast te maken over dieren. Laat ik het zo zeggen. Dus ik hoop dat jullie dat een leuk plan vinden. Ik ben er nog niet helemaal over uit trouwens of dat ik dan ook de kanaalnaam wil houden. Dynamic. Ik weet niet, dat vind ik nog niet echt als dieren klinken. Dus misschien dat ik daar wat in verander. Nou, ik wilde dit graag even met jullie delen. Want ik denk, misschien, weet je, vaak hebben jullie ook wel hele toffe ideeën. Dus ik denk, ik gooi het er eens in. En dan hoor ik gewoon wat jullie ervan denken. En wat jullie denken, nou, goed idee. Of dat je denkt, nou, zou het niet doen. Laat even jullie mening horen. Want ik vind het leuk als jullie meedenken. Zoals gezegd, vaak hebben jullie gewoon toffere ideeën dan ik zelf. Oh, ook zo'n mooie zwarte panter, hè. Mooi in het licht. Ik heb er weer zin in. 4 weken geleden dus, ongeveer, is mijn zoon geboren. En ik begin weer wat energie te krijgen. En ik had ook echt weer zin om terug te gaan naar deze dierentuin. Dus ik wilde eigenlijk eerst even gaan kijken naar of dat mensen allemaal een beetje blij zijn. Zoals educatie is vrij laag. Hebben we eigenlijk al van het personeel, hoe heet die ook weer? Onderwijzers, ja, die hebben we al. Ik zit te denken, misschien gaan we gewoon even zo'n tour ook doen. Hoe doen we dat ook alweer? Dierenpraatjesgebieden. Ik zit even te denken, hebben we die überhaupt al? Even kijken, volgens mij kan ik dat hier ergens zien. Behoefte van bezoekers. Nee. Hoe zie ik dat ook alweer? Educatie, ja. Ah ja, hier is een dierenpraatjesgebied. En hier ook. Oké, dus lang nog niet overal. Dan doen we dat ook gewoon bij de wolf nog erbij. Zo. Hop. Gaan we die eventjes op de wolf zetten. Even kijken. Want dan moeten we ook nog even zeggen wanneer het dan daarover moet gaan. En dan kunnen we zo meteen misschien iets van dat toertje maken. Ik heb nog maar 3 verblijfsdieren. We hebben de das. De panters. Hoe heet die ook alweer? Amoerluipaarden zijn dit, toch? Ja, amoerpanters. Ja. En de wolven... Is dat alles? En de vivariumdieren? Oké,
is dat nog niet echt veel. Is dat nog niet echt een tour, zeg maar? We hebben verder helemaal geen dieren. Ik denk het niet, hè? Nou, dan wordt het hoog tijd dat we nog meer verblijfsdieren... Ik dacht dat we er veel meer hadden. Is dus niet waar. Dat we nog meer verblijfsdieren gaan toevoegen. Ik had het in de vorige aflevering met jullie over om hier misschien een wolvengebiedje te maken. En eigenlijk vond ik dat wel gewoon een tof plan. Dus ik ben eigenlijk van plan om vanaf hier gewoon verder te gaan. Even kijken wat het pad ook weer was dat we hadden bedacht hier. Was dat het blokkenpad? Deze, denk ik, hè? Ja, kasseienpad. Hoe breed is die? 8 meter, denk ik. Dat doe ik meestal. Ik weet niet precies waarom. Mag dit? Ik denk dat dit hek wat er dichtbij zit. Nou, zo beginnen we weer lekker aan te klooien. En dan gaan we gewoon weer lekker in het oude ritme verder. We gaan dus zeker nog meer Planet Zoo spelen. Hè? Dat is duidelijk als ik meer over dieren wil gaan hebben. Dit is absoluut mijn favoriete dierengame. Dus dat gaan we zeker doen. Ik heb nog geen idee wat we precies met deze... nieuwe dieren gaan doen. Want zoals gezegd wilde ik wat meer, wilde ik hier misschien een wolvengebiedje van maken. En ik heb zelf eigenlijk een voorkeur voor welke we gaan doen. Dus die gaan we dan ook doen. En dat is de manenwolf. Want die heb ik eigenlijk nog helemaal niet gezien in de game. En ik vind ze er super cool uitzien. En ik denk, nou, dan heb je net de gewone wolf gezien. Of wat is het? De grijze wolf? Ik denk dat het gewone wolf is, hè? En dan kun je daarna zien een andere wolfsoort. Het leek me wel cool. Nou, de manenwolf is bijna bedreigd. Er zijn er nog maar 17.000 in het wild. En die komt voor in de bossen, graslanden en struikgewassen van Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Dus Zuid-Amerika. En het is een hondachtige met een naam die verwijst naar de donkere, dikke manen die van het midden van de nek tot aan de schouderbladen lopen. Dus ja, het is een wolf met manen. Zo zie je hier zo wat meer haar. En ze hebben hele lange poten. Nou, zoals gezegd, Zuid-Amerika leven ze. Ze hebben veel ruimte nodig, dus daar moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Ze hebben ook een hek van hoger dan 3 meter nodig. Ze kunnen dus ook hoog springen, blijkt. En ze kunnen maar met z'n tweeën leven. Oh, dat is apart. Vaak denk ik bij wolven aan hele roedels, maar dat is dus niet zo. En dus nieuw nu ook in Planet Zoo sinds de nieuwe update, is dat ze regels rond volwassenwording hebben gedaan. En dat is dat alle volwassen nakomelingen worden verstoten. Dus nu kunnen ook dieren bepaalde relaties met elkaar krijgen. Dus ook als je grotere roedels of dingen hebt, dan hebben die allemaal weer een specifieke relatie met elkaar. Als het goed is, kunnen we dat ook zien. Eens even kijken waar ik dat kan zien. Even kijken. Hier, sociaal. Dus sociaal welzijn is in orde. Genoeg dieren in de sociale groep. Ze hebben nog geen relatie met een partner. En dit zijn de roedelleden. Dus nu heb je zo'n nieuwe tab met... nou, daar kun je wat meer zien. Dus hier kan je bijvoorbeeld zien wie zijn beste vriend is. Of wie zijn partner wordt. Vond ik best wel cool dat ze dat hebben toegevoegd. Want het, ja, veel dieren hebben natuurlijk een hele ingewikkelde sociale structuur. Dus met die update hebben we dat er een beetje bij. Dat is wel leuk. Ik heb ze nog niet onderzocht. Ze kunnen samenleven. Oh, wat grappig. Met de capybara en de reuze miereneter. Ik denk dat ik dat nu niet doe, maar ik had niet verwacht dat een roofdier met deze dieren kan samenleven. Vind ik grappig. De manenwolf dus. En dan kunnen we er, nou, maximaal 2. Een mannetje en een vrouwtje. Laten we even naar dierhandel gaan. Ik heb namelijk geen idee hoe duur deze dieren zijn. Even alles resetten. Manenwolf. Oh, die gaan gewoon voor normaal geld zelfs. Even kijken. Goed vrouwtje wil ik graag. Vooral vruchtbaar vrouwtje. Deze is wel vruchtbaar. En dan wil ik eigenlijk ook gewoon een goed vruchtbaar mannetje. Deze is ook vruchtbaar. Leesverwachting is niet zo heel hoog. Maar ik hoop maar dat we dat er een beetje uit kunnen krijgen. De genen een beetje beter te mixen. Ik heb eigenlijk nog helemaal geen idee wat we hier gaan maken precies. Ik zit te denken misschien dat we... Want we hebben nog een soort wolf. De Arctische wolf. Dus misschien is het leuk om dan hier de manenwolf te doen. En dan hier de Arctische wolf. Dat lijkt me wel een leuk plan op zich. Ik denk dat ik maar gewoon in eerste instantie even een verblijf maak met een omheining. Het moet dus vrij hoog zijn. 3 meter hoog. Dus ik denk dat ik dan toch weer voor dat eenrichtingsglas ga. Dan kunnen mensen ze gewoon heel goed zien. En dan gaan we even kijken wat voor hoe we dat een beetje mooi maken, zeg maar. Hop. Even daarheen. Even kijken hoor. Ik maak me eerst even een klein stukje zo. Want dan vind ik het wel mooi als het een beetje rondom het pad loopt. Zo. Dan gaan we krom. Iets langer AUB. Iets minder lang, anders heb je weer zo'n gekke hoek erin. Gaan we gewoon eens even met die kromme paden klooien. Zo. Oh.
Dit begrijp ik dus niet zo goed. Dan gaat hij ineens een soort de bolling de andere kant op maken, terwijl ik dat niet wil. Zo en zo. Oh, ik zie nu dat het gewoon hekken zijn geworden, maar ik wil graag eenrichtingsglas. Dank u. En dan mag dat de andere kant op. Zo dus. En dan 3 meter hoog. Nou, dat wordt heel hoog, omdat hier dus een bergje zit. Vind ik op zich niet heel erg. Ik wil dit wel even iets meer daarheen. Kan dat? Ik haal dit wel even los. Ja, bedankt. En dan verplaats ik het gewoon even zo precies tegen die steen aan. Dan is het mooist, vind ik. Zo. Oh ja, dan staat natuurlijk dat raam weer te dichtbij. Kijk, zo blijf ik toch dat... met die ronde ramen, dat blijf ik toch maar irritant vinden. Maar goed, we doen het zo. Dan wil ik hem eigenlijk niet te diep, maar ze hebben best wel een groot terrein nodig. Goed, we gaan wel even kijken hoe we dat voor elkaar krijgen. Ik denk maar gewoon aan beton. Zo. En misschien dat we een soort oplopend gebiedje kunnen maken. Dat is misschien wel een goed plan. Dus dat we... dat de achterkant van de habitat een beetje hoger is, zeg maar. Mag ik hem ergens hier vastmaken? Wat is dit? Zo dan. Als het goed is, is hij nu rond. Moet ik nog even een deur erin. Hopla. Soms heb ik het idee, hè, als ik dit dan zo aan het doen ben, dat ik echt ontzettend aan het klooien ben. Dat het heel saai is om naar te kijken. Maar nou, laat me dat vooral weten. Hè, als je denkt van, nou Daan, je kan best wel even die stukjes eruit knippen. Want dat vond ik echt gereed aan. Laat gewoon weten. Blijf wel een beetje aardig voor me. Hè. Even zien. Zoiets. Ja, ik zou eigenlijk dan de achterkant dus een beetje omhoog willen hebben. Dus ik denk dat ik nog iets meer ruimte pak. Zo. Ietsjes naar achter verplaatst nog. Zo, dan maak ik hier een beetje heuvels, dacht ik zelf. Even kijken. Even het terrein omhoog trekken. Iets harder. En iets meer. Oh, verkeerde kant op. Zo. Hopla. En dan... Egaliseren. Dat is wel te veel, hè? Ik moet weer een beetje de swing te pakken krijgen, hoor, jongens. Want we zijn al een tijdje het niet meer aan het spelen. Even een beetje oefenen. Zo. Dit zo een beetje omhoog. En dacht ik zo hier een beetje een plateauotje of zo. Als we iets een beetje variatie erin hebben, dan staan die dieren ook soms wat hoger. Moet ik wel even opletten dat ik het hek en zo goed afsluit. Zoiets. Even kijken, hoe ziet dit eruit? Ja, zoiets dacht ik aan. Kijk, want dan kunnen ze ook hier omhoog. Ik moet dan wel even zorgen dat het goed afgesloten wordt. Ik denk dat ik dat dan misschien met stenen doe. Ze leven dus in Zuid-Amerika. Ik dacht maar gewoon met graslandstenen te gaan dan. Of gematigde stenen, vind ik mooier. Zo. Ik kan natuurlijk ook een beetje dit thema meenemen. Laat ik dat doen. Pak ik gewoon die aquatische stenen. Die vind ik ook wel mooi op zich. Om het een beetje af te sluiten. Want anders dan kunnen ze er zo uitwandelen. Dat willen we niet. Zoiets. Kijk, dan trekken we dit gewoon door. Ah, ik bedenk me nu dat ik hier natuurlijk dat pad heb gemaakt. Die moet wel even vrij zijn. Zo. En zo. Dan kunnen ook de verzorgers erin. Dat is wel handig, hè? Waar is mijn pad gebleven? Heb ik die weggehaald ondertussen? Ook niet zo breed op zich. Zo. Nu kunnen die... er kan personeel er in ieder geval in. Dat is ook wel handig. Sluit ik het even af. En als we daar dan mee klaar zijn, dan doen we de dieren erin. Dus... tot straks. Nou, ik dacht dus zoiets. Kijk, ja, dan is het gewoon helemaal rondom afgesloten. Net zoals hier bij die wolven. En dan kunnen we datzelfde doen hier zo bij de Arctische wolven straks. Ja, volgens mij is dat wel redelijk, toch? Ik vind het wel leuk als er een keertje wat hoogteverschil is. Dat je ze op verschillende hoogtes ziet. Dus laten we maar de dieren erbij halen, hè. De manenwolf dus.
naar de dierentuin. Laten we eerst... Oh, dat had ik eigenlijk net wel even kunnen doen. Dus eerst even naar quarantaine sturen. En ik bedenk me ineens dat er wat mensen waren die zeiden dat ik hier bij de terrarium of vivariums had verkeerd had ingesteld. Namelijk verkopen... Nee, dit heb ik goed. Even kijken. Heb ik dit ook goed? Ook verkopen. Of heb ik dit al aangepast? Want volgens mij had ik er eentje staan op... werken, verkopen. Of had ik bij de vrouwtjes het niet goed ingesteld? Er stond er eentje nog op... kijk hier. Opslaan in handelscentrum. Die moet ook verkocht worden. Ik zie trouwens... dat deze dieren helemaal niet zo blij zijn. Ontwerp. Ah, ze willen wat meer verrijkingsitems. Hebben we die al? Nee. Hier niet. Ik moet nog even play drukken. Hier wel. Dus deze gooien we even vol. Met verrijkingsitems. En deze. Die ook al onderzocht. Wel een beetje. Laat ik even mijn personeel. Waar is mijn... Die ook. Monteuronderzoek klaar. Oh, die is helemaal klaar zelfs. Doe dan nu maar het Afrikaans thema. En het dierenartsonderzoek. Kijk, die is ook een stuk verder. De Goliath vogelspin dus. Die is goed onderzocht. Dus dan ga ik nu naar de gigantische bosschorpioen. Dan kunnen we daar ook wat verrijkingsitems voor fixen. Verblijven zijn samengevoegd. Nee, dat zijn ze niet. Heb ik ze dan toch niet helemaal goed aan elkaar gemaakt? Hoe zit dat hier? Even kijken, waar is mijn deur? Hier is de deur. Zit dit niet aan elkaar? Hier, dit is niet samengevoegd, want het zijn twee aparte. Of komt dat dan omdat dit een nul... Oh, hallo. Omdat dit een nul barrier is misschien? Als ik hier nou... Oh. Nou zeg, we gaan lekker soepel. Zo, hier beton van maken. Is het dan wel een aparte? Ik snap niet waarom die denkt dat dit nu samengevoegd is. Misschien moet ik hier dan ook allemaal beton van maken. Soms pakt hij gewoon niet helemaal zoals je het wil. Dus daar moet ik dan even mee klooien. Beton. Nou, ik moet hier even mee klooien. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Maar het zal liggen aan dat die twee habitats een beetje tegen elkaar aan zijn gebouwd nu. Dat de game dat niet zo heel leuk vindt. Want hij rekent dit nu niet meer als een habitat. Dus dat ga ik even fixen. Ben zo terug. Zo, dat is gefixt. Er was hier een stukje wat niet aangesloten was. Dus dat was het probleem. Waarschijnlijk hadden jullie dat al gezien. Maar ik niet. Op, hier omhoog. Nou, dan denk ik... Zijn die dieren al klaar hier? Daar is mijn quarantaineverblijf. Ik heb dit ook nog helemaal niet aangepast trouwens. Daar zijn ze. Zijn ze klaar? Ja, ze zijn allebei klaar. Nou, mooi. Snel verplaatsen. Ik denk dat het binnenkort ook wel tijd wordt om een nieuw gebiedje te maken. Want mijn personeel moet nu wel heel ver rennen steeds. Heb ik trouwens wel genoeg personeel ook? Ik heb maar één verzorger, maar één dierenarts. Ik zal in ieder geval even iedereen trainen. Maar ik denk dat ik wel een verzorger erbij kan gebruiken. Zo. En ik denk dat ik ook wel even een parkmedewerker of twee erbij kan gebruiken. Kijk, we krijgen nu sowieso wat meer geld natuurlijk. Dus... En daar zijn ze al. De manenwolf. Oh, wauw. Oh, wat cool, hé. Ik vind het echt vette dieren. Ik had deze nog niet eerder erin geplaatst. Ik heb even deze DLC, zeg maar, toen die kwam, heb ik die niet direct gespeeld. En vervolgens was er weer een nieuwe DLC, dus heb ik hier niet zo heel veel aandacht aan besteed. Maar kijk nou wat een mooie dieren. Ze zijn dus bedreigd, hè? Dat is echt zo verschrikkelijk. Dus dat is bijvoorbeeld een van de redenen om wat meer op dieren te gaan focussen op mijn kanaal. Omdat ik gewoon vind, deze dieren verdienen aandacht. Het kan niet zo zijn dat we die gewoon uit laten sterven. Dat is gewoon niet oké. Ze hebben wel wat te weinig ruimte, zie ik. Dus dat is wel even een probleempje. Dus ik ga even dit zo... plaatsen. Iets naar buiten. Oh, we hebben meer bewegingsopties, zie ik. Wat kan ik hiermee? Oh, kijk, nu kun je ze echt gewoon helemaal los verplaatsen. Dat is chill. Poppers.
Ik vind het altijd zo cool dat die maker van Planet Zoo, Frontier... Itzerlo, oh, doen we het nu niet? Dat die altijd weer van die nieuwe chille dingen hebben om... nou ja, goed, die ze verbeteren, weet je wel. Deze game is gewoon al... Wat is het? 10 jaar oud? En nog steeds verbeteren ze steeds dingen. Dus dat vind ik echt... vind ik echt top. Even kijken. Kan ik nu dit pakken, alsjeblieft? Ja, zo dus. Ah ja. Dat is wel handig. Zo. En dan wat omlaag. En dan... kijken, misschien moet ik nog wel wat verder naar achter. Oh jongens, wat zijn we weer lekker aan het kloten vandaag. Even iets omhoog. Zo. Nou, dan hebben ze nu, neem ik aan, sowieso voldoende ruimte. Dan moet ik dit natuurlijk nog wel even verplaatsen. Achter. Zoiets. Zoiets. Zo. En dan doe ik hier nog even van die stenen naartoe natuurlijk. Om het af te sluiten. Ik wil eigenlijk gewoon even normaal bewegen. Zo, ja. Nou. Hebben ze iets meer ruimte? Ik wil eigenlijk dit wel wat meer naar voren hebben als dat mogelijk is. Zo. En dan leg ik het pad er nog even goed langs. En dan zijn we alweer een heel eind. Zo, paadje er langs. Kijk, nu hebben ze iets meer ruimte. Ze hebben zelfs een hol. Heb ik er ook even bij gemaakt. Oh, wat vet, hè? Het ziet er nog best wel cool uit ook. Nou, dan houden we die gewoon. Even kijken, heb je nu beter? In ieder geval iets meer ruimte. Ja, oké, dit is top. Stevige schuilplaats hebben ze dus nodig. Dus ze kunnen denk ik niet hierin. Ik wil wel gaan proberen dat we dat wel voor elkaar krijgen. Want ik vind het eigenlijk best wel... toevallig best wel goed gelukt. Zo. En dan een beetje zo. Zo een beetje eroverheen. Zo, dan hebben we toch een mooi hol. Ik neem aan dat ze hier wel in kunnen. Even kijken. Ja, oh, 99%. Nog iets groter maken. Zoiets. Dit moet goed zijn. 100%. Nou, dat is mooi. Hebben ze gelijk een natuurlijk hol waar ze in kunnen. Wil ik dit nog even een beetje platter. Zodat ze wel daar ook bovenop kunnen. Vind ik altijd wel leuk. Ik kan ook nog een soort afdakje zo maken. Zo, dan kunnen ze hier ook nog bovenop. Nou, genoeg gekloot. Oh, eigenlijk het terrein is helemaal goed al. Ze houden van veel lang gras. Nou, dat hebben ze. En nou, dat is helemaal top. Dan moet ik alleen nog even water fixen. Ik heb geen idee of dat deze dieren houden van zwemmen. In ieder geval wil ik gewoon even een natuurlijk plasje voor ze hebben. En dan gaan we beginnen met het echt mooier maken. Zo, watertje. Ik neem aan dat ze hier gewoon langs kunnen en nog daarheen kunnen lopen. En dan is dat water ook in een beetje een natuurlijk uitgesleten dingetje hier. Dat vind ik ook wel mooi. Even zien, natuur. Nou, deze willen ze niet. De meidoorn. Zuid- en Midden-Amerika. Ze houden van nou, niet eens zo heel veel bedekking. Dus ik ga voor grasland, dacht ik. Niet voor tropisch, want dat zijn weer echt van die huge bomen. Ik vind het wel meer een soort graslandgebiedje. En dan komen we al snel uit bij palmen. Dus die zetten we mooi daar neer. Dan hebben ze hierachter ook een beetje privacy. Dat kan geen kwaad. Heb ik nog filters aanstaan? Oh ja, ik heb natuurlijk gewoon deze filters aan. Oké, even opnieuw. Zo ja. Wat is dit? Is dat voor in het water? Of? Oh nee, dit zijn gewoon laag groeiende planten. Dat vind ik wel cool. Daar doen we er sowieso een stuk of wat van. Beetje langs die berg. Dan is dit zeg maar een beetje de nou ja, gewoon de vlakte. Hier wil ik nog wel wat riet. Om een beetje die lelijke achterkant te bedekken hier. Zoiets.
Niet heel veel planten, heb ik het idee. Ja, we hebben wel wat boompjes. Oké. Ja, dit zijn de grotere apparaten hier. Deze boom hier bovenop is wel cool, toch? Ja, ik vind dat vet. Zo. Nou, we hebben eigenlijk al zo'n beetje zoveel begroeiing als we kunnen hebben. Misschien dacht ik nog even zo'n beetje... Dat kan nog net. En hier doen we dan denk ik maar iets met rotsen of zo. Ik neem aan dat ze gewoon erop kunnen. Honden kunnen over het algemeen wel een beetje springen en doen, toch? Dus ik dacht, als we nou zoiets doen. Wat andere soort stenen. Maken we zo een beetje een rotsformatie. Ziet er vaak ook alweer wat natuurlijker uit. Kunnen we misschien ook nog wat dingen met verrijking doen of zo. Ik weet niet of ik dit nou helemaal fantastisch vind. Hallo? Ik wil niet die erbij. Nee, ik wil dat niet. Ja. Oké, ik druk op het verkeerde knopje. Dat is het. Ik heb een nieuw toetsenbord. Even kijken, ik wil jou wat lager. Zoiets. En dan gaan we iets meer het opbouwen. We die rand een beetje met stenen bedekken zo. Zoiets. Ja. Dat is een beetje wat ik zocht. Ik vind nog wel... Hier vind ik het nog steeds wel een beetje kaal eigenlijk. Misschien dat we deze boompjes even hier doen. Kijk, ik vind dat cool dat als je deze in de grond trekt... Dat je dan gewoon meerdere palmbomen krijgt. Zo, doen we het hier nog een beetje. Zo, ik vind dit wel mooier. Nou, dat is cool. Ik denk niet trouwens dat dit dieren zijn die per se 's nachts actief zijn. Weet ik niet. Vaak van die savannedieren trouwens wel. Zeker de roofdieren, want vaak letten de prooien dan wat minder goed op. Maar goed, ik weet het niet. Ik vind ze in ieder geval cool om toe te voegen, omdat het wolven zijn. Zo, wat lampjes. En ik dacht maar gewoon weer van die schijnwerpertjes erin te doen. Heb ik hier? Ja, hier heb ik ook een schijnwerper. Zo. Eens even zien hoe dat eruit komt te zien. Tjes naar voren. Dit is hem nog niet. Ik vind het wel cool als die palmboom een beetje verlicht wordt, maar... Ik vind het met die schijnwerpers zo cool dat je gelijk zo'n safari gevoel hebt. Dit vind ik wel mooi. Deze staat hier niet zo handig. Die zet ik hier even in het hoekje neer. Zo. Hebben we dan nog een schijnwerpertje nodig? Die staat helemaal niet op de grond. Naar beneden. En dan... Even zien hoor. Misschien hier nog één. Ik vind hem wel fel, zeg maar. Zoiets. Ja, dan is die boom ook vet. Ik denk dat dit wel cool is. Ik vind deze ook niet zo handig staan. Die ga ik even naar deze kant verplaatsen. Zo. Kijk, nu kun je er wel goed in kijken. En dan moeten we gewoon wat verrijkingsitems hier aan de voorkant zetten. Dat die dieren wel goed naar de mensen toekomen. Anders kijken ze recht tegen de lampen in en dan kun je ze helemaal niet zien. De manenwolf. Nou, dan gaan we met een zak met de geur van de prooi gaan we hier neerzetten. Vind ik wel cool om dat gewoon in de verlichting te doen. We kunnen ook hier een... Dus doen. Een vruchtenboom. Een vruchtenboom? Eten ze ook fruit? Oké. Ik vind het apart. Die zetten we daarboven. Dit staat helemaal niet. Soms dan vertekent het beeld heel erg. Ik wil hem wel graag gewoon op de grond hebben staan en niet zwevend in de lucht. Vind ik toch altijd wat onrealistisch ogen. Even kijken. Verblijf. Voer hadden we dan, hè. De hondenbal. Hier misschien nog mooi. Dan nog wat speeltjes. Geurmarkering. Kunnen we hier nog doen. Kijk, en dan lokken we ze vanzelf een beetje hier naar voren. Ik vind het wel cool dat mensen hier zo ze echt goed kunnen zien. En ook wel dat ze gewoon wat verstopplekjes hebben. Vind ik ook niet erg. Even kijken, zijn jullie een beetje blij? 100 verrijking. Voeding.
Bedenk me alleen, misschien moeten we nog even naar het water kijken. Oh, dat wordt precies geraakt. Nou, dat heb ik mooi uitgekiend. Maar daar gaan ze. Oh, nu hierheen rent denk ik ineens. Hier moet hij even een bedje hebben. Even een grote gewoon, denk ik. Zo, dan kunnen ze daar lekker tukken. Ze gaan gewoon schuilen voor de regen. Dat is toch grappig. Ja, wat ben je aan het piepen, jongen? Hij vindt het niet echt leuk. Ik ga even doorspoelen, want ik wil even ze zonder die regen zien. Hop, hop, hop. Oh, en ik moet natuurlijk nog allemaal dingen voor de mensen neerzetten. Even zien. Bankjes bijvoorbeeld. Welke bankjes gebruikte ik ook alweer? Eens even kijken. Bankjes. Ah ja, deze. Zo, die gaan we dan even hier zo een beetje rondzetten. Natuurlijk ook nog donatieboxen en misschien wat educatie. Maar voornamelijk prullenbakken. Zo. Past er hier niet meer heen? Wel op het pad, neem ik aan. Oh nee, hier zo is er natuurlijk een kleine helling. Dus dan kan dat niet. Nou, boeien, dan doen we het daar niet. Even zien. Wat heb ik dan nog meer? Oh ja, educatie, zei ik, hè. Zo. Hier zo een praatpunt. Over de manenwolf. En dat mag in, weet ik veel, november. Zo. En dan misschien ook nog wat van die schermpjes. Dat is nog wel mooi. Informatie over het verblijf. Die lijn ik uit met het oppervlak. En die plak ik zo. Flop. En hier. Oh, dat klonk niet best bij de wolven. Hoorden jullie dat? Ze waren aan het vechten. Moet ook gebeuren soms, hè. Even laten weten wie de baas is. Nou. Mooi die schermpjes ook. Staan ze nou te kijken? Oh ja, kijk. Kijk, hier is hij nu aan het ruiken. Want daar heb ik zo'n scentmarker. Zo'n geurding neergezet. Ah, ik denk dat die mensen best wel blij zijn met hoe ze deze dieren kunnen zien. Want hier hebben ze nog die bal. Dus daar gaan ze ook vaak heen. En dan hier zo in het licht. Dus dat is altijd wel leuk, hè. Dat je met die verrijkingsitems ervoor kan zorgen dat ze wel naar specifieke plekken toe gaan. Ik ben best wel blij met hoe dit eruit is komen te zien. En ik vind het echt heel leuk dat ze dan eerst deze wolf kunnen zien en dan een heel andere soort wolf. En dat we hier dan nog een andere soort wolf gaan doen. En ik weet niet hoe we dit precies aan elkaar gaan lijmen, maar misschien dat we nog wat andere leuke dieren... Misschien dat we gewoon hier een beetje naartoe uitbreiden, moeten we even zien. Ik heb ook een uitdaging, beloning. $1000. Hé, krijgen we een klein wolfje? Staat op het punt van bevallen. Die zijn altijd zo schattig. Nou goed, dan kijken we zo meteen nog even naar. Ik dacht, ik wil nog even checken hoe het met de gasten gaat. Eten en drinken vooral. Even zien waar ze honger en dorst hebben. Honger. Ah ja, hierheen natuurlijk. Ja, dus we kunnen natuurlijk ook nog wat winkeltjes neerzetten. Laten we dat gewoon doen. Even kijken hoor. Ik ga dan hier even een klein pleintje maken waar mensen even wat kunnen eten en drinken. En dat wil ik dan in het thema gamer. Yes. En dan doen we gewoon zo'n grote winkel een keer. Kijk dan hoe cool ze die ook weer hebben gemaakt. Oh ja, dat was aan twee kanten, hè. Die hebben we al eerder gebruikt. Even kijken. Dan doen we die... Even kijken, waar zitten die twee? Zoiets. En dan doen we zo'n paadje erheen. Oh ja, ik denk waarom haakt hij er niet aan vast. Maar ik moet er eerst natuurlijk nog winkeltjes inzetten, hè. Even kijken. Eten en drinken dus. Die maar even uit. Drinkkraampje. Nou, een milkshake. Altijd lekker. Oh. Daar. En dan nog eten. Een bakhuisje. Daar. Nou, baden er maar heen.
Zo. En zo. Kijk, dat is top. En ik had dan hier zo natuurlijk van die toffe planten en zo er allemaal bij omheen gedaan. Kijken of dat ik dat een beetje kan kopiëren. Waar had ik dat ook alweer gedaan? Ah ja, hier heb ik dat gedaan. Kijk, ik vond dit wel mooi. Dus dan pak ik dit zo. En dat kan ik dan wel een beetje kopiëren, plakken ook rondom dit winkeltje. Waar zijn we? Daar zijn we. Zoiets. Ik hou van hergebruiken, dat weten jullie, hè? Kijk, als je het toch al een keer gemaakt hebt, kan je het net zo goed even gebruiken en weer opnieuw ergens anders ook plaatsen. Het is alleen maar sneller. Zo, vullen we dit zo een beetje op. Ook hier een beetje. Oh, en ik denk, we moeten ook nog wel wat lampjes eromheen zetten. Want op deze manier is het wel een heel donker hoekje. Zo, even wat lampjes die kant op. Oh. En nog een pinautomaatje, dacht ik. Koopwaard, nee. Hier, financiën. Een pinautomaat. Of twee. Zo. En dan hebben we ineens ook nog een shoplijntje. Dat was helemaal niet mijn plan, maar die hebben we nu toch. En dan gaan we hier wel wolven doen. Kijken wel even hoe we dat gaan doen. Voor nu dacht ik, ik wil nog even kijken wat hier aan de hand is. Een faciliteit is uitgevallen. Nou, dat komt allemaal wel goed. En dan wilde ik nog even kijken naar het babywolfje. Oh, kijk nou. Oh, ik vind die baby zo. Kijk dat grote hoofd. Echt prachtig. Zo schattig. Nou, de roedel wolven die breidt dus lekker uit. Dat is ook superleuk. Oh, de amoerpanthers worden ouder, zie ik. Want hier zijn gevechten uitgebroken. Dus ik denk, hoeveel baby's hadden we? Even kijken, amoerpanther. Ah, die staan gewoon hier bovenaan natuurlijk. Even kijken, welke is... Ja, twee hadden we er zelfs. Nou, dan gaan we die naar het handelscentrum versturen. Zit ik even te denken, gaan we die verkopen? Nee, we gaan die uitzetten in het wild. Ik vind dat toch het leukst om te doen. Daardoor krijg je wel minder conservation credits. Nou, dat is nog een stuk of 1000. Maar ik vind het wel mooi passen ook bij het doel van dit kanaal. Ik vind, we willen gewoon meer dieren in het wild. Dus ik zet ze gewoon uit. En dan hebben we ook gelijk nog 3 sterren gehaald. Nou, en dan is iedereen weer blij en tevreden. Het regent wel nog steeds. Gaat lekker. Maar ik ben echt blij met hoe deze dierentuin eruit komt te zien, jongens. Aflevering 5 was dit dus. Met de manenwolf. En nou ja, misschien dat we de volgende keer nog een wolf gaan toevoegen hier. Misschien dat we het hier ook gewoon bij laten aan deze kant. Dat we hier verder gaan. Kijken wel eventjes. Laat vooral even weten, hè, wat jullie leuke dieren vinden. Ik wil in ieder geval natuurlijk uiteraard nog vleermuizen een keer toevoegen. Maar er zijn nog wel meer engere dieren misschien. Dus laat even weten welk dier jullie hier nog goed bij vinden passen. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken vandaag. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten. En ik hoop dat jullie een hele fijne dag hebben. Wees lief voor elkaar en voor alle dieren om je heen. En tot de volgende video. Later!